Goedenavond, dit is de AVRO op Nederland 1. Geen LLOL vanavond, maar wel andere justitiële zaken in opsporing verzocht. Voortaan elke maand om 8:30 en vanavond met presentator Jan Scholtens. Daarna actualiteiten in AVRO Televizier en voor de onderwerpen is het woord aan Ria Bremer. Goedenavond. 170 hemofiliepatiënten zijn tijdens hun behandeling in Nederland besmet geraakt met het HIV-virus. Ongeveer 20 zijn inmiddels aan AIDS overleden. Voor het eerst vertellen patiënten vanavond hun verhaal. Bijvoorbeeld het verhaal van een moeder over haar inmiddels overleden kind. Toen op een gegeven moment vroeg hij mij ook, mam, wees nou eerlijk, heb ik nou AIDS? Toen op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd, ja Piet, het spijt me lieveling. Maar je wordt wel steeds zieker. En je hebt inderdaad, je hebt wel AIDS. Ook een gesprek straks met Erik Sinester, die deze week als Erik S. de voorpagina's haalde. Hij werd door de korpsleiding van de Amsterdamse politie geschorst omdat hij te nauwe banden met de Surinaamse legerleider Desi Boutersen zou onderhouden. Vanavond treedt hij hier voor het eerst in de publiciteit. Dan gokverslaving. Gokverslaving veroorzaakt onder jongeren steeds meer ellende. Om aan geld te komen raken veel jonge gokkastbespelers op het criminele pad. Uit een vandaag gepubliceerd rapport van de gemeente Breda blijkt dat er gemiddeld in iedere schoolklas wel 1 of 2 probleemgokkers zitten. En tot slot de Sovjet-Unie. Nu de dagen van Gorbachev geteld lijken, dringt de klimmende vraag zich op of de nieuwe leiders voldoende controle hebben over het militaire en het nucleaire apparaat. Deze 4 onderwerpen straks in Televizier om ongeveer 10 minuten voor 9:30. Graag tot dan. En na Televizier toont Gordon Britis opnieuw zijn onovertroffen managerskwaliteiten in de comedy The British Empire. Daarna Medialand, satire en humor in de mediawereld. En enkele van de onderwerpen zijn de tv als huwelijksmakelaar, Nederlandse tv-sterren veroveren Duitsland en een avondje het land in met Hans Dorrestein. Verder vanavond nog Hollands Decor en het kunstmagazine Opium, maar nu eerst Opsporing Verzocht.